Oh snap, daar is die. Oh, maar dit is, vind ik zo'n vette Pokémon, hè, Giratina. Dit hebben ze echt heel cool gedaan. Yo, Nintendo fans. Kennen jullie Volo? Volo is deze gast die hier in de verte staat. En volgens mij is die nogal geobsedeerd door Giratina. Ik weet niet wat hij nu van plan is. We gaan het aan hem vragen. Dus doe het duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren als je dit een vet kanaal vindt. Zet het belletje aan als je geen enkele video wil missen. Ik ben wel een beetje bang voor hem. Ik denk echt dat hij dingen gaat doen die niet oké zijn. Ik vertrouw hem niet. Ja, daar staat hij. Ja, we zien zijn ogen ook niet. De vorige keer had hij ook zo'n evil laugh toen hij het over Giratina had. En hij zegt, de tempel die is hier in de ruïnes. Alles is kapot. De pilaren lijken wel op speren. Die steken in de lucht. En hij zegt, nou, ik detecteer een uitgestorven gevoel van Giratina. En hij vraagt of mij iets dwars zit. Ja, ik weet niet wat je aan het doen bent. Je doet inderdaad een beetje raar. Hij zegt het zelf ook al, maar hij doet echt vreemd. En we krijgen nu te weten wat Volo echt wilt. Heb jij al die tijd een masterplan gehad? Volgens mij wel. Hij zegt dat sinds hij weet dat Arceus echt bestaat, dat hij sinds dat moment één vraag had. Hoe kan ik zo'n sterk wezen zelf ontmoeten? En om een antwoord te proberen te krijgen op die vraag, heb ik een beetje onderzocht wat Giratina is. En hij dacht dat Giratina die rift had gemaakt. Want Giratina die wil het heel graag opnemen tegen Arceus. Maar tot nu toe heeft het nog allemaal niet echt gewerkt, zegt hij. Maar daarom moest jij al die fragmenten verzamelen. Wacht even, dat heeft hij gezien in die murals op de ruïnes. 18 platen hebben we nodig. En wij hebben er nu 17. En Volo die zegt, jij vraagt je vast af waar die laatste is. Ja, die laatste die heb jij zeker. Ja, dat dacht ik al, jongen. Kijk hem lachen. Oh, snap. Wat? Wat doe je? Oké. Hij heeft ook nog een andere outfit. Hij is een soort van Link gemixt met een Super Saiyan en een karakter uit Immortals Fenyx Rising of zo. En hij zegt, geef mij nu al die platen. Ik zal degene zijn die ze allemaal bij elkaar brengt. Ik wil Arceus ontmoeten. Ik moet weten wat het is. Als ik Arceus kan ontmoeten, dan kan ik zijn kracht overnemen. En daarmee ga ik een nieuwe, betere wereld creëren. En die betere wereld, dat zal zonder Hisui zijn. Want ik maak van Hisui dat het helemaal niks wordt. Jij en iedereen die je kent en alle Pokémon zullen sterven. Alsof jullie nooit hebben bestaan. Als je dat wil stoppen, battle me dan. Je hebt nu je kans. 6 Pokémon heeft hij. Dit wordt een ding. Dit wordt vervelend. Hij begint met Spiritomb. Hij heeft dus gewoon een freaking Spiritomb. Oké, jij wel. Ik heb Heatran. Ik begin maar gewoon met mijn sterkste aanval. En die mis ik. Dit is echt een heel slecht begin. Dit is gelijk een probleem. Kom op, kan ik hem nu wel raken? Ik raak hem weer niet. Mijn eerste twee aanvallen missen hem. Wat doe jij, noob Heatran? Wat doe jij stom? Raak hem gewoon een keer. Jeetje, als je hem gewoon meer had geraakt, dan was hij al lang dood. Hij roept Spiritomb terug. Wie ga je nu inzetten? Oh, Garchomp. Nee, dit is niet chill. Een Garchomp gaat mijn Heatran slopen. Ja, dan is het nu tijd voor Cresselia. Ik ga voor een Strong Style Moonblast. Ik wil hem gewoon hopelijk in één keer kapot maken. Dit is super effective. We moeten Garchomp in één keer slopen. Dat doen we niet. Dus gaat Cresselia denk ik ook down. Hij gaat voor een Full Restore. Ja, dat is helemaal naar. Want dan kan hij mij nu aanvallen. Maar blijkbaar heeft hij niet zulke sterke aanvallen. Dus ik ga gewoon 2 normale Moonblastjes doen. En dan gaan we hem denk ik ook wel mee nakken. Oké, hij gaat voor de snelle stijl nu. Dragon Claw doet mij niet zo heel veel. Dus dat is helemaal prima. Hij doet het zelfs 2 keer. En dan staan we weer een beetje gelijk. Want dan heb ik zijn Garchomp gesloopt. Oké, let's go. Ik heb allemaal legendary Pokémon, hè. Dit moet toch wel goed komen. Oh, hij heeft wel een zieke Arcanine. En die gaat voor Crunch. Ik wil eigenlijk niet dat mijn Cresselia down gaat. Dus ik ga nu voor Palkia. Let's go. Oh, kijk hoe groot dat ding is. Ik ga voor Earth Power. Omdat ik zeker weet dat Earth Power raakt. Ah, ik sloop hem alleen net niet in één keer. Dat is jammer. Kijk hoe groot die is, jongen. Hij mag me ook gewoon weer 2 keer aanvallen nu. Nee, dat is niet chill, jongen. Dat is niet chill. Oké, maak hem kapot. Lekker. Arcanine is ook weg. Oh, deze muziek is wel sick ook, hoor. Dan nu Togekiss. Oei. Oké. Kan een probleempje worden. Ik ga even wisselen naar Dialga dan nu. Let's go, Dialga. Ook zo'n super grote Pokémon, hè. Niet normaal. Oei. Oké, hij doet mij wel flink pijn. Ik ga voor Flash Cannon. Let's go. Dan moet ik nu 1 aanval overleven.
Oh, hij gaat Togekiss terugroepen. Oké. Wie ga je dan inzetten? Lucario. Ja, dat is een probleem. Maar ik heb natuurlijk wel Earth Power. Dus ik ga voor een Strong Style Earth Power. Hopelijk schakel ik Lucario in één keer uit. Lucario heeft meestal niet zo'n hoge verdediging. Kijk, lekker man. Lekker gedaan, Dialga. Ik denk alleen dat Dialga nu wel down gaat door Togekiss. Ja, die Moonblast die hakt er... Nou, alhoewel... Ik kan maar mijn Pokémon nog terugroepen. Oh, dat is wel leuk. Ik heb Regigigas nog over. Die kunnen we nog gebruiken. Lekker. Oké, Moonblastje erbovenop. Regigigas heeft een goede verdediging. Ik kan nu twee keer aanvallen. Ik kan twee keer Iron Head doen. Maar één keer is al genoeg. Lekker. Oké. We liggen op schema. Dan nu doet hij een Roserade. En hij gooit spijkertjes op mijn bakkes. Dat betekent dat wij iedere beurt nu damage krijgen. Maar dit is wel lekker, want Zen Headbutt is gewoon super effective. Dus let's go. Op Roserade's hoofd. Nice. Ja, dit is wel lekker teamworkie hoor zo. Dit gaat heerlijk. Mijn legendaries maken Volo gewoon kapot, joh. En dan heeft hij nog Spirit Tomb over natuurlijk. Nou, daar gaat hij even los mee. Daar gaat hij los mee. Alhoewel, hij laat mij slapen. Ik ben een beetje moe. Hij is geburnt. Hij gaat voor Dark Pulse. Ik overleef het. Hij is weer geburnt. En dan hoop ik dat ik hem nu kan slopen. En dan is het gewoon klaar. Ja, lekker. GG, Regigigas. Volo. Jij Super Saiyan man. Hè? Kom je een beetje stoer doen tegen mij met je mooie kapsel? Ja, dan kan je lachen. Maar dit had je nooit mogen doen, jongen. Ik kan jou gewoon niet vertrouwen, dus blijkbaar. En hij zegt, waarom ben jij gezegend door Arceus? Ja, geen idee, maar je moet gewoon normaal doen. Hij zegt, waarom? Hoe dan? Ik ben zo toegewijd aan Arceus en alles wat achter Arceus zit. Ik aanbid hem als de creator van de hele wereld. Al mijn passie, interesse en alles heb ik in mijn studie gestopt. Alles wat ik heb gedaan was voor Arceus. Oh, nu is hij echt boos. Oh, kijk deze blik. Hij zegt, jij buitenstaander. Het is bijna alsof jij uit die Spacetime Rift bent gesplet alleen maar om mij in de weg te staan. Ja, gast, ik weet niet. Je hebt mij gebruikt om al die platen te vinden. En wat moet ik doen dan? Moet ik zeggen, ja, alsjeblieft meneer, geniet ervan. Maar hij zegt, nee. Het is nog niet tijd. Het is nog niet klaar. Kan je het voelen? Voel je het door je aderen? Voel je het in je hart? Wow. Wat gebeurt hier? Is daar Giratina? Daar is Giratina, of niet? Oh, dit wordt te ziek. Dit wordt te ziek. Oh my gosh. Oh snap. Ja. Daar is die. Oh, maar dit is, vind ik zo'n vette Pokémon, hè, Giratina. Dit hebben ze echt heel cool gedaan. Kijk, die Volos staan daarvoor, jongen. Oh my gosh. Hij zegt, Giratina, maak hem kapot. Kijk die evil laugh weer. Kijk Giratina daar staan. Oh, maar al mijn Pokémon zijn bijna down. Ik heb alleen Uxie nog over. Of Azelf. Of Misprit. Volgens mij was het Uxie. Ja, en ik moet het vragen, jongens. Welke Pokémon is vetter dan? Giratina? Of Arceus? Laat het weten in de reacties. Oh, nee. Iedereen gaat nu kapot. Kijk maar, we beginnen met Aurasfeer. Oh, dit gaat helemaal fout. Oké, Cresselia gaat één aanval doen, hoop ik. Eén dikke Moonblast. Kom op. Oh, maar dit doet veel te weinig pijn. Oh, snap. Dit gaat zo fout. Dit is niet cool. Oké, Palkia, geef hem even één goede tik. Alsjeblieft. Raak hem met die special rand move. Kom op. Nee, ik mis natuurlijk weer. Altijd als het precies moet, dan mis ik zulke aanvallen. Ik heb een paar max revives die ik denk ik even moet gaan gebruiken. Laat ik beginnen met Cresselia dan. Oh my gosh. Dit is niet oké. Hij heeft ook echt allemaal super effective moves op iedereen. Hij heeft ook super effective moves op Uxie. Oh, ik had maar één max revive. Oh, dat is helemaal niet chill. Ik dacht dat ik er drie had. Oh, dat is niet best, jongens. Dat is niet best. Oh, nee. Uxie. Ik heb max potions. Shit. Ik heb expres dus al mijn Pokémon down laten gaan... omdat ik dacht dat ik max revives had. Maar dat gaat helemaal fout, want ik had max potions en geen max revives. Dus ik heb het helemaal fout aangepakt. Oké, nu mag Heatran. En die kent Crunch. En Crunch is super effective... maar doet ook gewoon weinig damage. Ik wil hem zo graag vangen. Hij doet Earth Power en oh my god. Hij heeft echt allemaal super effective moves. Hij doet er ook gewoon gelijk twee. Dit gaat helemaal fout. Hier is mijn laatste Pokémon. Oh, ik moet hem down. Ik kan hem ook niet eens vangen. Wacht even, ik kan hem niet eens vangen. Ik dacht dat ik hem misschien moest vangen, maar ik kan hem niet eens vangen. Ik zit helemaal niet op te letten, jongens. Maar hij gaat down. Hij gaat down. Oké. Hij is down. Of niet? Hij gaat nu in zijn ultimate vorm waarschijnlijk. Hij gaat helemaal niet down. Dit gaat fout, jongens.
Ik moet een tweede poging doen. Dit gaat helemaal fout. Ik ga proberen mezelf te healen en hopelijk mist hij dan zijn aanval. Ik ben namelijk nu obscured. Nee hoor, nee, het is klaar. Het is klaar. Wat slecht gespeeld van mij. Moet ik nou heel deze battle opnieuw doen? Ik moet alles opnieuw doen. No way. Oké, we zijn weer terug. Ik heb nu 3 Pokémon op full health. Tegen de ultimate vorm van Giratina. Maar dit wordt wel een probleempje, denk ik. En hij mag ook natuurlijk gelijk weer 300 keer achter elkaar aanvallen. Correctie, ik heb nog 2 Pokémon op full health. Top. De ene is Cresselia. De andere is Palkia. Ik ga eerst maar met Cresselia, denk ik. En dan heb ik nog misschien een max revive straks om Cresselia nog een keer te gebruiken. Ik heb alleen niet zo heel veel Moonblashes meer over. Dat is wel een probleempje, denk ik. Dat is misschien wel een groter probleem dan hem te verslaan. Ja, zie je, dit is wel een probleem. Zijn Shadow Force is ook een probleem. Dat is ook niet zo leuk. Ik kan nu geen Strong Style doen, want dan kan ik Moonblast niet meer gebruiken. Of misschien moet ik er maar op hopen dat ik hem heel erg pijn doe. Nee, ik ga gewoon een normal Moonblast doen. Oh nee, ik mis. Dit is het probleem. Dit is het grote probleem. Deze move, dat ik deze move mis, zorgt er nu waarschijnlijk voor dat ik het niet red. Palkia is de laatste. Maar ik heb nog wel max revives. Dus ik zou Cresselia nog kunnen healen. En dan misschien dat ik ook nog Dialga een max revive kan geven. Dat ik toch nog 2 Pokémon over heb. Ja, kijk, dat werkt. Ja, en dan hopen dat het genoeg is. Want zijn moves zijn ook allemaal super effective. Dus dat is ook echt een groot probleem. Hij gaat er nu weer 2 doen. Ja, hij begint met Agile. En dan zal hij het wel afmaken met een normale. Ja, en dan is het klaar met Palkia. Dat is hoe het gaat. En dan is het te hopen dat we het met deze 2 Pokémon nog kunnen fixen. Hij heeft nog best wel veel HP over. Deze doet super veel damage. Maar ik moet wel raken. Raak hem alsjeblieft. Ik raak hem. Oké, 140 HP damage. Ah, lekker. Hij is down. Woehoe. Het kleine beetje geluk dat we nodig hadden, hebben we. En ja, met dank aan Max Potions en Max Revives hebben we Giratina weten te verslaan. Maar wat een struggle was dit. Dit was een heftig battletje. En toch twijfel ik of het me niet in 1 keer had gelukt als ik me had gefocust. Anyway, hij is boos, denk ik. Hij is ook weer weg. En Volo staat daar teleurgesteld, denk ik. Hij zegt, ren je nou echt weg als een pussy van deze gekke kleine man? Je bent zielig, zegt hij tegen Giratina. Ik heb jou de kracht gegeven, zodat je het tegen Arceus op kon nemen. Ik was degene die jou de kans gaf om het Spacetime Rift te openen. En dankzij mij werden Palkia en Dialga gek, zodat jij de creator Arceus uit zijn schuilplaats kon halen. Hoe kon dit gebeuren? De Alma Mighty Arceus, als je een klein beetje een hart hebt, vertel me waarom. Oude jankbal ben je, Volo. De bloed van de oude mensheid van Sinnoh, dat vloeit toch door mijn aderen, of niet? Wat is het dat jij zo slecht vindt aan mij? Wat vind jij dat ik mis, Arceus? Moet deze wereld dan niet opnieuw gemaakt worden? Ik kan niet leven met deze vragen. Ik moet het weten. Vertel me, Rikachu. Heb jij ook dat soort dromen gehad als die ik ook had? Ah, ik zeg gewoon, dat weet ik niet. Ik ga hem geen gelijk geven. Hij is helemaal gestoord geworden. En Volo zegt, je weet het niet eens. Misschien komt dan de dag wel dat je net zo zal lijden zoals ik. Ik kan Pokémon het beste hanteren en jij vecht samen met Pokémon. Op het einde was ik alleen. Maar jij niet. Wat een jankbal is die Volo, zeg. Jij zal blijven doorvechten met de Pokémon en jouw dromen behalen die je hebt. Hier, neem dit. Dit is de plaat die je nog mist. Met deze plaat heb ik Giratina opnieuw levend gemaakt. Mijn verhaal is voorbij. Mijn verhaal eindigde toen ik van jou verloor. Nou, bedankt Volo, denk ik. Ik heb de Spooky Plate gekregen, dankjewel. En nu hebben we dan wel alle platen. En dan? En wat gaan we nu doen? Oh, wat gebeurt er? Mijn fluit wordt geüpgrade. Het wordt een soort van ocarina. Het is de azuurfluit. En daarmee kunnen we Arceus roepen. Volo zegt, dus Arceus wil jou ontmoeten. Van alle mensen ben jij degene. Ben jij daarom in deze wereld geplaatst? En hij wil niet vanaf de zijlijn kijken wat er gebeurt als Arceus naar me toe komt. Hij kan de wereld niet accepteren waarin ik Arceus misschien wel kan verslaan. En op een dag zal hij alle raadsels oplossen van de legendarische Pokémon in Hisui. En dan zal ik voor Arceus staan. Nee, ik zal Arceus overwinnen. Maakt niet uit hoe lang het duurt. Nou, maar voor nu zeg ik toedeledokie, Volo.
Het was leuk met je te battelen, ook al ben je een choppie. Ja, en is daar dan Arceus? Eindelijk nog niet. Want we moeten eerst alle Pokémon zien te vangen. Dan kunnen we hier op de fluit blazen. En dan komt eindelijk Arceus. Dat zal misschien nog wel een tijdje duren voordat ik de Pokédex compleet heb en de laatste video maak. Maar doe die duimpjes omhoog als je dat wil zien. Laat het weten in de reacties. Zet het belletje aan en dan zie ik je gewoon bij de volgende video. Mazzel!